Ja, aan tafel dus de oud-voetballers Jacques Zwart en Klaas Nuninga. Ajax, jaren 60. Dit was in, ik moet het even precies zeggen hoor, dit was 25 februari 1967, de cover van Elsevier's Weekblad. Dat deed eigenlijk nooit zoveel aan sport. Was niet per se een sportblad, maar dat zag toen, ja, toch noodzaak om deze cover te maken. Paul Huff maakte de foto. Ajax vuurt met 4. Dit is de voorhoede van een diamant die nog aan het slijpen, die geslepen werd, zou je kunnen zeggen. Een paar jaar later was er het grote Ajax. Maar dit waren de voorhoedenspelers van een Ajax dat al won van Liverpool, bijvoorbeeld. En ik geloof dat dat de aanleiding was om voor Elsevier te denken, jongens, hier moeten we aandacht aan besteden. Deze foto hangt inmiddels in musea en in vele kamers, jongenskamers, andere kamers, maar ook in mijn werkkamer 15 jaar lang, boven mijn bureau. Omdat ik het een mooie foto vond, omdat ik een Ajaxiet ben, omdat het me deed denken aan, dit was het moment dat ik op de bagagedrager van mijn vader stapte eigenlijk, als Ajaxiet. Ja. Toen haakte ik in, ik was 7 jaar, denk ik. En toen, ja, die hoort bij mijn leven, zou je kunnen zeggen. En de redactie zei, je mag een paar wildcards krijg je van ons. Nou ja, dit is er dan één. Ik dacht, nou ja, er zijn twee grote voetballers overleden. Die staan erbij in jullie leven nog. Weet je, hebben jullie deze foto eigenlijk? Hangt die ergens, Jaak? Ik heb hem thuis. Ja, maar op de dressoir? Ja, hangt er een tegen de trap aan. En ik heb de mooiste met alle handtekeningen erop. Die heb ik nog even staan. Mm-hmm. En jij, Klaas? Bij de kinderen. Hangt die bij de kinderen? Ik heb twee dochters en bij allebei. Uh-huh. Fantastisch. Ontroert die foto je? Ja. Komt het omdat jullie nog maar met z'n tweeën over zijn? Nou, dit was zo'n ongelofelijke voorhoede. Dat Over speelde bij Ajax. Over dezelfde 4 speelde in Nederland zelf dan. Uh-huh. Klopt. Dat is uniek. En ja, als ik eraan denk, 122 goals in een seizoen. Klopt. Klopt, er zijn 122 doelpunten gemaakt. Dat is nog nooit verbroken, dat record. Cruijff 33, Zwart 25, Nuninga 23 en Groot, die niet op de foto staat, 15. Cruijff werd toen topscorer van de Eredivisie en voor het eerst in zijn leven speler van het jaar. Hartstikke jong nog. Ja. Ja. Denk je nog vaak aan vroeger Sjaak eigenlijk? Ja, in de mooie tijd natuurlijk. Mm-hmm. Nee, maar goed, je net wat je zei, 67, 73... 4 finales, Europa Cup, kampioen steeds. Alles gewonnen op een gegeven moment, 72. En kampioen, Cup, Wereldcup, Supercup en Europa Cup. Waren we de eerste club in Europa die dat won. En ik weet nog goed dat we met elkaar aan tafel zaten. Dat Nigel zei, zullen we voor alles gaan of zijn er nog jongens die eentje willen laten vallen? Nou ja, de meesten zoals wij, Pietje, die zegt, nou, laten we die cup lekker laten vallen, die Nederlandse cup. Maar ja, wij zeiden, nee, we gaan voor alles met z'n allen. Oké. Okay. Mm-hmm. Er was een wedstrijd tegen Feyenoord, halve finale. We kwamen nog met een paar invallers daar. Maar ja, we wonnen hem wel met 1-2. En ik was te gelukkig om de winnende te maken, dus kwam goed uit. Goed, volgens mij, Sjaak, jij weet alles nog, hè? Jij hebt een geheugen als een olifant, hè? Meestal wel, ja. Had jij een idee, hadden jullie een idee, toen je deze foto nam in een fotostudio? Ik denk niet dat, wisten jullie wie Paul Huff was? Op dat moment niet. Nee, hè? Hij werd later ook veel bekender. Hadden jullie het idee dat dit een, wat we nu zeggen, iconische foto zou worden? Op dat moment niet, maar ik weet nu, waar je ook komt in Nederland, in restaurants, denk je, hé, hangt onze foto, Zeeland, overal. Mm-hmm. Hadden jullie toen het gevoel dat je er goed op stond? Ik vind het namelijk zo fascinerend dat het een... Het is, ja, jullie hebben zoiets cools dat die foto cool is. Maar stel je 4 andere mannen voor en je denkt, dan sta je er lullig bij. Je moet wel jullie hebben zo'n attitude dat het klopt. Maar daarom is die foto zo spannend, volgens mij. Ik denk dat een Huff lag, dat hij er toch wel wat van gemaakt heeft. Ja. Hij heeft ons zo neergezet. Ja. Het was in de bezoekerskleedkamer. Ja. En dat kloffie wat je daar ziet, dat is gewoon je trainingskloffie. En dus niet eens Ajax. Dus nee. Ik wou zeggen, dat was al heel bijzonder. En we moesten gewoon na afloop trainen. Ja. Klaar. Uh-huh. En ik moet me, ik meen me te herinneren nou, dat hij daar maximaal een kwartier of zo mee bezig is geweest. Die man die had natuurlijk een gave
om dat zo in beeld te brengen. Eindeloos vaak geïmiteerd, hè? Ja. Ik heb ook nog een keer in zo'n soort pose gestaan met drie andere... Ja. Nou, ik heb een andere. Met Van der Vaart, Snijder, Heitinga en mezelf. Precies hetzelfde. Wat deed jij daartussen? Ja, dat is nog wel. Ik heb met allemaal gespeeld. Ja, op het trainingsveld. Volgens mij heb je vanmiddag nog gevoetbald, of niet? Tuurlijk. Nee, toch, is toch serieus? Trainen gaat gewoon door. Hoe oud ben je, Sjaak? Ik word 82 in juli. Oh. Hoe vaak traint u dan nog? Nog twee keer in de week. Ik doe elke dag mijn oefeningen. Ik weeg me twee keer op een dag. Echt waar? Ik doe alles wat goed is voor een voetballer. Blijft een sport. Dan kun je het een tijd rekken. Ja. Mm-hmm. En hoe is dat voor u? Ja, ik ben ook... sport heeft heel veel betekend. En ik loop dus... drie keer in de week, 18 holes, golf. Betekent dus ongeveer 30 kilometer per week. En ik zit ook tegen die 80. Ja, ik moet lachen, hoor. Ja, nou eigenlijk... ja, maar... Hey. Ja. Sjaak en golf, dat kun je vergeten. Nee, hè? Sjaak blijft voetballen. Dus laat Sjaak nou voetballen, daar is niks aan de hand. Mm-hmm. Maar ik wil me zeggen, juist voor als je ouder wordt... is de golfsport. Ja. Doordat je gewoon 10 kilometer, als je 18 holes speelt... 10 kilometer loopt, is toch super. Dus voldoende. Ook een applaus. Ja. Klasse. Ja. Er hoort bij dit, ik weet niet of jullie dat nog weten... maar dit heb ik dus echt verbijsterend gelezen. Er hoort bij dit stuk, het is een heel lang stuk in Elsevier in 1967... van Pierre Huiskens, dat was toen een gezaghebbende... of dat was een Brabander met een strik. Ja, klopt. Een nette sportjournalist. Zeker. Die heeft dus een stuk geschreven. Dat gaat over een psychologisch rapport. Jullie waren dus steeds professioneler aan het worden. Gewoon als sportgeschiedenis. Hè? Ja. De dokter J. Slikboer was gevraagd om jullie te analyseren. Ja, daar gaan we. De Ajax-speler. De intelligentie gaat wel, maar het rendement valt tegen... omdat het verstand niet op doelmatige wijze wordt gehanteerd. Visualiteit, goed, althans in principe. Reactiesnelheid, hoog, omdat hij doorgaans impulsief reageert... zonder tussenkomst van het intellect. Agressiviteit, groot uit overcompensatie van innerlijke onzekerheid. Nog even. Teamspirit, redelijk, maar passief. Sportiviteit gaat nogal. Ja. Dat laatste klopt wel. De wetenschap kwam Ajax binnen in die tijd. Okay. Ja. En nu de goede dingen? Oh. Dit was het. Hier moest Rinus Michels het mee doen om jullie nog beter te krijgen. We kregen één keer in de kleedkamer alle spelers erbij. En er zei Slikboer tegen Sjaak... Jij bent Johan. Oh, yes. En Johan, jij bent Sjaki. Want ze hadden vaak dat ze woorden hadden. Strijd. En dus strijd. En ik zweer het je, die jongens allemaal... we hebben ons helemaal dubbel gelachen. Want je begrijpt wel, Sjaki en Johan. Nou, het was een paar apart. Hè? Met twee weken was hij weg, hoor. Ja. Don't fuck with Sjaak, hè? Jongens, maar dan... hij hangt 15 jaar boven mijn bureau. En dan komt er een dag, 4 jaar geleden, dat Johan overlijdt. Ja. Ik kom mijn kantoor binnen. Ik was daar natuurlijk... ook, jullie waren er ook kapot van. We waren er allemaal kapot van. Ik kijk natuurlijk naar die foto en ik denk... God, er is eentje weg. Keken jullie ook nou op dat moment naar die foto? Ja, ik kijk wel eens dan denk je er toch aan. Omdat ik met Johan nog wel veel optrok toen hij in Barcelona woonde... Mm. En op een gegeven moment het bericht kwam dat hij gezond was met zijn longen. En dat hij een paar dagen later iets anders kreeg in zijn hoofd. En toen was het gebeurd. En dat was heel gek in die ene week. Maar jullie zien, ja, dat is het leven. Mensen gaan ons verlaten. Johan, een jaar later was Piet Keizer overleden. Wat doet dat dan met jou, Sjaak? Jij bent eigenlijk de oudste van het spul. Dat klopt. Nou, ik ben wel een beetje zenuwachtig geweest, want ik... verloren in 2 maanden 7 spelers. Zo. Wie noemt... Gert Bals? Gert Bals. Ja. Tony Pronk. Dikke van Dijk, Donnie Pronk. Vazovic. Ja, Vazovic. Maar die was jonger, Vazovic. Maar Dick van Dijk was... Barry Hulshoff? Barry Hulshoff nu. Gerrie Muren. Ja. Dus dan ging achter... Gerrie Muren. En toen ben ik toch even naar de dokter toe gegaan. Ben je naar de dokter toe gegaan? Ja, ik heb een internist. Zoeterkouw. Zoeterkouw. Ja. Ook nog. Ja, ja, ja.
Nou ja, goed, that's life, kan je zeggen. Ja, echt maar goed, heel op een gegeven moment ben je nog maar met een paar over uit die glorietijd. Ja. Dat stemt sentimenteel en dat stemt melancholiek, vanzelfsprekend. Maar ik kan ook denken, jeetje mina, wat een geluk heb ik? Of waar ligt het aan? Dat of denk ik wel, en jij zegt, ik ga naar de dokter. Wat heb je die dokter gezegd? Omdat ik laat me elk jaar keuren. Heb ik altijd gedaan, omdat je nog voetbalt. Dus elk jaar liet ik me... Nou ja, ik ging meteen naar de dokter. Ik zeg, je moet even kijken, want het gaat niet goed zo met al die gasten. En dan zei hij weer, nou, alles is goed. Ga maar lekker voetballen en dit en dat. Nou, dan was je weer tevreden. Hmm. Maar ja, je blijft toch aan ze denken. Kijk ze maar zitten naar die twee. Ja, hoe vaak, kijk, ik stel me voor, je bent een stuk ouder dan ik, maar ik ben ook niet de jongste meer. Je denkt vaak aan vroeger. Hè? Je kan soms gewoon helemaal verdrinken in oude herinneringen. Ja, dat zeker. En waar denk jij dan aan? Wat voor beelden zie je dan voor je? Ja, dan denk ik, ik kan me niet voorstellen dat je ze kwijt bent. Omdat je dagelijks met ze optrok en veel plezier had nog. En dat ze dan ineens weg zijn. Maar ja, dat is ook met familieleden natuurlijk. Ja. Ik was mijn moeder kwijt, 38 was ze. Ik was 10. Dat was ook heel erg. Ja. Ja. Denk je ook wel eens... Sorry. Ja, ga door. Als je dan al die goals, als je al die herinneringen die je hebt... Ik bedoel, ik kan wel eens, als ik niet in slaap kan komen... Dan verzin ik dat soort verhalen. Maar jullie hebben dat soort verhalen. Mijmer je wel eens terug over... die keer dat ik die winnende goal in die finale... Ja, denk je daar wel eens aan? Ja, nog wel, ja. En zeker als je het voetbal van nu ziet. Dan denk ik, nou... Er zijn wel eens balletjes bij, dan denk ik, nou... die had ik ineens op mijn pantoffel genomen. En dan hadden ze de volgende dag nieuwe netten moeten doen. Ik dacht, als we lang genoeg praten, komt Sjaak een keer. Ik vind het wel leuk Sjaki te kenschetsen eigenlijk. Liverpool thuis. 5-1. De miswedstrijd. Ja. Die Zwart, zei ik altijd, die speelde de sterren van de hemel. Mm-hmm. En die kwamen die voorzetten maar. En voor de rust was het al 3-0. Ik scoorde twee keer, dus wat wil ik dat meer? Maar hij heeft echt... in die wedstrijd de sterren van de hemel. Mm-hmm. Ik hoor van de mooie herinnering. Ik hoor van de regie dat we beelden hebben. Ik weet niet, zien we wat op die beelden eigenlijk? Denk ik wel, want er liggen, nog een paar bekkies in staan. Ja. Nou, kom op maar. En Piet Keijzer was er niet bij, hè? Zwart? Kijk. Oh ja. Even kijken. Hey. Zwart nog steeds? Wel het eerste. Kans! Oh! Munica en het doelpunt! Ik geloof dat Muller hem gaat nemen. Nee, Zwart. Nog een Zwart. Zwart komt er nu en uit. Nuniga. Het is een doelpunt. Een doelpunt van Klaas Nuniga. Hier, kijk, daar loop ik. Daar loop ik. Mooi. Wimpie Zuurwiel liep de hele wedstrijd al mank. Kijk, zo kwam hij nog voor Wacht de goal. Gedaan. Van het doelpunt. Ook een goal voor mij. Ook een goal van mij. Moet je eens kijken. Ja. Niet ouder dan 17 jaar zijn jullie geworden. Echt niet. En ze hoorden het ook misschien. Weet je wat het mooiste was? Die goal was ook van Als mij. Wij gingen juichen, dan was dat zo. Nou, en meer niet. Ja, dat was echt apart. Als je dan niet wat ze nu aan dansjes hebben en allerlei flauwekul. En wij gingen... Ja. Keurig. Is juichen, toch? Jij kon toch wel een beetje overdreven juichen? Of nee, niet? Nee. Heel gewoon. Want ik maakte er heel veel. Je maakte er heel veel, ja. Heren, goed jullie te zien. Ja, bij deze, met deze eigenlijk aparte aanleiding. Ja. Ja, dankjewel. Ga jullie goed. Heel goed. Dankjewel.